ben de Laia en ik ben hier gebouwen en getuigen in dat schipperskwartier. Mijn ouders hebben beslist van hier te komen boeken op de Overwijk. Dat het voordeel onder dak werkte en zo, dat was dan niet ongemakkelijk. Die wijken zijn wel heel hard veranderd. En sommige begrippen zijn verkeerd. Met name dat wij hier zitten in de Kadikswijk, spreken ze soms ook al over talentje. Maar talentje, dat zitten wij zo eigen door aan de overkant. Als je die drie bruggen uitbezit, dan zit je op een eiland. En deze is de Kadikswijk. Die is eigenlijk hier tot staat gekomen, daar de schijf voor. Dat dan moet je niet vergeten in Antwerpen, die schippersgemeenschap. Die hebben Antwerpen mij groot gemaakt. Hè. Die komen hier in de cafés, maar die zaten hier in de Langestraat en de Amsterdamstraat en zo. Daar worden hier de schipperscafés gevestigd. Hier worden allemaal cafés van het kop. Café Normandie, de Nos, de Vlooienolse, de Albatros. Wat de slotte smorgens die ook waren, ze moesten heel vreugd naar het kop. Voor te zeggen dat ze moesten gaan werken met een dag. Oude die ging werken met een dag. Dan moesten die een paar uur later nog eens komen. Voor te zeggen dat ze niet meer aan de shift mee moesten. Maar mensen van Zwijndrecht en Burg. Dat was met de flauw. Dan moest je niet helemaal terug. Dan ging erachteraan met zijn flauw voor een paar uur om terug te komen. Dat deed je niet, hè. Dan gingen die in de cafés hier op een kortje trekken en wat pinten pakken. En dan gingen die op hun volgende shift zingen. Kijk eens een pintje krijgen met zijn vader ons aan. Ik heb warmte. Dat deed jaren en jaren dood en verval gelegen. De mensen hadden schrik voor de verbuitenkamer. Na beginnen ze terug wat op te worden daar. Ze zitten in een terrasje, ze leggen die een badboot er. Er werden wandelingen georganiseerd. Hè. Ik doe hier een wandeling, andere gidsen doen hier een wandeling. Evenementen, gebeurt je eigen motor, oké. Dus je kunt hier gewoon nijden, je kunt hier nog wat rondflaneren. Jong, pruipelijk is gedaan, op die kooien mag je geen opthuis draaien. Als ze dan zo niet kunnen sluiten met dat mas en heel die dingen, dan hebben we in Antwerpen om een deur nog een heel schoenen wandelboulevard van het soort van de kooien tot daar. Ook op het eilandje kan u deze zomer komen wandelen, picknicken, feesten, zwemmen of een gezellig terrasje doen. Ga naar antwerpen.be, ontdek wat er te beleven valt en kom deze zomer zeker een keertje genieten aan de waterkant.